Ik ben Mats en ik ben 11 jaar en ik heb geen benen meer omdat een bacterie mijn benen op heeft gegeten. Het is de hoogste tijd, ga je niet mee? Nou, ja, Mats heeft een behoorlijk doorzettingsvermogen. Komt natuurlijk ook door de weg die hij heeft bewandeld om hier te komen met zijn ziekte. Want opgeven is geen optie. Mats zegt het vaker. Hij heeft heel veel energie. Er zit geen knopje om te remmen. Mats is binnengekomen vanuit een andere speler van de jeugd. Is toen bij ons komen kijken bij de jeugdtraining. En daar bleek dat het eigenlijk een heel talentvol mannetje is. Hij is toen mee gaan trainen, gewoon eigenlijk met de volwassenen. En het ging boven verbazing eigenlijk goed dat hun zeiden van nou, hij mag voor ons altijd wel meetrainen, want het gaat prima. Ik ben apen trots op die jongen. Hij verdient het. Hij heeft zo'n moeilijke periode gehad. En ik heb hem opgegeven omdat ik echt een talent in hem zie. En ik vind dat hij het ontzettend verdient, omdat hij een hele harde werker is. Ik ben heel erg blij. Ik kon het bijna niet geloven. Apart dat je hebt gewonnen, want eigenlijk heb ik nog nooit met iets gewonnen of zo. Mijn droom is om Nederlands kampioen te worden.